De Autoroute du Soleil, die ken je misschien wel ondertussen. Die heb je misschien al eens gepasseerd als je onderweg was naar de Provence. Maar er is ook gewoon de Route du Soleil. En daarvoor zijn deze heren bij mij, Stefan, Enis en Dieter. Van harte welkom allemaal. Stefan, ik ga bij jou beginnen, want jij zit in de organisatie. Dus jij kan misschien even schetsen wat Route du Soleil is. Dat klopt. Route du Soleil is eigenlijk een liftwedstrijd voor de Vlaamse jongeren. Teams schrijven zich in twee, maximaal drie personen. Vertrekken uit Antwerpen, Gent en Leuven telkens met een 150-tal teams. En we trekken richting Empuria Brava dit jaar. Dat ligt in Spanje, 50 kilometer van Barcelona. En we doen dat in 7 etappes. Mm-hmm. Dus iedere avond komen eigenlijk alle teams op dezelfde bestemming aan. Hopelijk komen die daar toch aan. En daar vieren we dan een stevig feestje tot in de vroege uren met een reuze barbecue, paella en zo meer. Ah ja, en we zien ondertussen daar ook beelden lopen. Het is niet zomaar liften, ze doen ook ferm hun best ja. Om er iets van te maken. Hè? Zeker en vast. Veel teams die verkleden zich of die gebruiken de vrouwelijke charmes. Ja, korte shortjes zag ik daar. Ja, die durven ook wel even het bovenlijf ontbloten soms, buiten beeld van de camera dan wel meestal. Maar wel belangrijk even te melden, dit jaar hebben we wel twee jongens gewonnen, dus ook die maken kans. Oké, voilà. En de heren aan deze kant van de zetel, jullie gaan nu deelnemen, als ik het goed heb. Hè? Ja. Vertel eens even, Enis, waarom hebben jullie ingeschreven? Wat trok jullie zo aan? Ah, wel, de Dieter die heeft vorig jaar al meegedaan bij Route du Soleil. En die heeft mij een aantal verhalen verteld over Route du Soleil. Dus ik dacht van, ja, dat wil ik dit jaar ook al meedoen met Route du Soleil. Dus daarmee dat ik mij ingeschreven heb ook. Ja. Dieter, vertel eens, hoe was dat vorig jaar? Super intens. Dat zal wel, ja. Echt een ongelofelijke week. Overdag kei competitief, andere duo's tegenkomen. Je komt elkaar ook tegen. Ja, ja, ja. Zo, ja. En s'avonds komen we dan allemaal samen. Goeie feestje, tot 's morgens vroeg. Super intens, echt ongelooflijk. Ja. Zeg, en nooit enig gevaar gekend onderweg? Want liften, we moeten eerlijk zijn, dat wordt altijd afgeraden. Maar nooit last mee gehad? Nee, geen problemen mee gehad. De liefde ging eigenlijk heel vlot. Maar jij bent een man, hè? Dat is nog iets anders. Misschien dat het voor de vrouwen anders ligt, maar Stefan, dat hebben jullie wel een beetje ingecalculeerd, hè? Want jullie hebben wel een soort veiligheidssysteem. Ja, zeker en vast. Als organisatie vinden we dat ook belangrijk om onze lifters een beetje in de gaten te houden. En elke team moet dagelijks een liftkaart invullen. Dat wil zeggen dat de nummerplaat van de auto genoteerd wordt, het gsm-nummer van de chauffeur en van waar tot waar die chauffeur die lifters brengt. Wij hebben ook een sms-nummer waar teams de nummerplaat van de wagen kunnen naartoe sms'en. Dus wij kunnen eigenlijk op elk moment de teams eigenlijk een beetje tracken waar die zetten. Maar we hebben nog nooit iets gehad die fout gelopen is. Allemaal goed georganiseerd. Dat super. Heb je goed gedaan. Kijk, voilà, daar kan je die duim ook voor gebruiken. Niet alleen om te liften, ook gewoon kei goed gedaan. Zeg, Enis, wat verwacht jij ervan? Want voor jou is het de eerste keer. En hebben jullie al plannen? Want met dat verkleden en zo, al over nagedacht? Qua verkleden hebben wij nog niet echt plannen. Want als mannen moet je toch iets anders vinden dan korte rokjes. Dat is niet echt de bedoeling dat we dat gaan dragen. We hebben er nog niet echt over nagedacht. Dus daar moeten we nog even over nadenken. Oké, wanneer vertrekken jullie? 3 juli. En waar? Hier in Antwerpen, op Theaterplein. Ah, voilà, dan kan iedereen jullie komen uitwaaien. Ja, ga jij zelf ook mee, Stefan? Of ga je alles van hieruit begeleiden? Nee, ik ga zelf ook mee, met de reeks Leuven dan. Die begeleid ik. Jammer, maar helaas met een auto en niet al liftend voor mij. Maar ja, dat komt ervan als je alles in goede banen moet leiden. Zeker en vast, dat klopt. Heren, ik wens jullie allemaal heel veel plezier, heel veel succes, veilig onderweg. Ja. En dat jullie als eerste mogen aankomen, dat moet jullie ook wel eens terugkomen. Mocht je rest ook komen meeliften met ons, hoor? Ja, ik denk niet dat ik tijd heb om helemaal van hier tot in Spanje te gaan liften. Okay. Nee, het spijt me zeer. Maar toch bedankt voor de uitnodiging. Heren, dank jullie wel. Ja. We geven de website nog mee. Zit juist thuis te kijken en denken, ja, dit is echt iets voor mij. 18 tot 26 jaar. Ja, ongeveer. Ongeveer, voilà. Inschrijven op routedusoleil.org. Dat is de website, staat onderaan in beeld. Kan je ook natuurlijk alle informatie terugvinden.